13 november, hol 7, Vierijkenbaan. Heerlijk. Dit is iets minder, maar ja, dat ga ik even oplossen. Ik maak er meteen een tip van voor die bunkerslag, want we kennen wel die tip doorzwaaien en maken een halve swing, dat is belangrijk. En voornamelijk ook het zand slaan. Maar hoeveel zand moet je nou slaan en waar moet je die bal neerleggen? Nou, een slimme tip zou zijn, creëer een lijn waar die bal zou moeten liggen. Maak een aantal swings. En ga gewoon eens kijken waar je met jouw club in het zand gaat, het gemiddelde. En wat ik nou ga zien, is dat ik toch wel aanzienlijk voor die bal in het zand sla. Dus als ik een standaard balpositie zou creëren bij een bunker, 1/3 links, 2/3 rechts, ga ik te veel zand slaan. Dus wat ik beter kan doen, is die bal wat meer in het midden leggen. Want ik weet, ik hoef niet na te denken, van nature sla ik toch al vroeg genoeg in het zand. En zal die bal er makkelijk uitkomen. Oh, die is goed.